Yo woordenwilds, mijn naam is Alta Dylan en welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag doen wij iets tof. Ik heb vandaag een 200 abonnees special voorbereid. En ja! Als eerste gaan we naar de eerste taste test kijken die ik heb gemaakt. En de tweede en de derde en de vierde. En ja! Ik heb maar 4 taste tests gemaakt van seizoen 1. Maar er komen sowieso veel meer van seizoen 2. Dus ja! Yo mensen, het is je boy Dylan hier. Vandaag een eerste taste dit. Ik heb voor jullie 2 producten gekocht in een Carrefour hypermarkt in Tienen. Namelijk dit eerste product. Ben Charles Cream Soda Classic. Het is een soort frisdrank. En White Reese's. 2 peanut butter cups. I don't know what it, ik weet niet hoe wat het is. Ik heb nog nooit geproefd. We gaan even de prijs doorlopen. De Ben Charles Cream Soda was van 1,21 €. En de Reese's White Peanuts Peanut Butter was 97 cent. Als tweede video gaan we kijken naar de FIFA-video's die ik gemaakt heb. En ja! Vandaag in deze video gaan we mijn team bespreken. Oké, hier op doel hebben we de enige, de echte Kasper Schmeichel. Op centrale verdediger in de midden. Maguire. Op links centraal verdediger Zuma. En op rechts centraal verdediger Soyuncu. Op rechts midden hebben de oude vertrouwde Alemar Traoré teruggehaald voor niet verhandelbaar. Ja, we hadden wel het eerst verhandelbaar, maar dan. Dan hebben we daarop. Daarnaast hebben we die future star Fofana unlocked. Vrijgespeeld. Dan hebben we untradable. Uit een 75 plus zeldzaam spelerspakket Kanté gepakt. Dan daarnaast hebben we de oude vertrouwde Moussa Sissoko. En daarnaast ook Son uit een pakketje van een gouden upgrade gepakt. In de spits staat nog altijd de oude vertrouwde Lacazette. En daarnaast Rodrigo. Op de bank staat mijn Rui Patricio. Dan de oude vertrouwde Saint-Maximin is ook terug op de bank. Gedson Fernandes, Susek, Samo Anguissa, Guaita en Aouar. En mijn manager is natuurlijk Jurgen Klopp. Dus eigenlijk heb ik wel een 182 team. En mijn hoogste reden is Kanté en dan Son. En dan is het allemaal ongeveer hetzelfde. En als laatste video gaan we kijken naar mijn reageren op serie en ja! Oké, we zitten in de video en we gaan. De video begint nu. En jullie zien, ik heb de video al een keer gezien. En hij begint eigenlijk in de zetel, in de tuin van de bankzitters. Waar het eigenlijk om draait is dat ze in september uit het huis, uit het bankzittershuis moeten gaan. En dat ze nu, dat Raoul nu, dat Raoul nu een liedje maakt. En ook omdat Robbie heeft hem ingehaald op YouTube. En daar hebben we ook een nummer te gemaakt. En we gaan nu luisteren. En het is in première gaan op 8 maart. En wij zijn nu 25 maart, dus ja. En Raoul en Zino en Russo heeft het geproduceerd. Het zwembad van de bankzitters. Dumpy. Kleine broertjes worden groot. Man, wat gaat de tijd hard. Oké, dus het gaat eigenlijk om dat Robbie
Raoul heeft ingehaald op YouTube, maar nu heeft Raoul hem terug ingehaald, dus ja. Na 2 jaar samen wonen ga jij terug naar eindje, ook al is het maar een eindje, jij blijft altijd in mijn hart, kleine... Oké, wat daarmee bedoeld met de lijn is, na 2 jaar samen wonen, ze hebben 2 jaar in de bankstudentenhuis gewoond, dan, op dat moment gaan de 2 jaar wonen de 2 jaar samen, en gaat Robbie terug naar Eindhoven, met zijn vriendin wonen, dacht ik, of ja. Broertjes voor de groot, ey. Man, wat gaat de tijd hard? Na 2 jaar samen wonen ga jij terug naar eindje, ook al is het maar een eindje. Jij blijft altijd in mijn hart, jij blijft altijd in mijn hart. Vroeger was ik je voorbeeld, weet nog dat we jouw eerste Junko daar kochten. Oké, toen werd Robby 18 en heeft hij daar een Junko gehaald. En ja. Zag je bij tegenslagen slippen door bochten. Grappig dat we soms zelfs om abonnees vochten. Zag je vrouwen verslinden, ze waren niet de minste. Ik liet jou gaan, ook al zag ik het niet in ze. Ontmoette je ex, een kwartje ex in de bek. Oké, ja. En zie je, dat is een video van Raoul, geloof ik. Dat bij Robby koopt. En ik was daar toen je zei, ik maak voor haar nooit meer plek. Ik maak voor haar nooit meer plek, nu ben ik... Ja, dat was eigenlijk ook wel waar, dat hij dat toen zei. Trots je te zien bij de ware. Jou te zien als een zoon door een vader. En al ben je mij voorbij, ik hoop dat je terugkijkt en terugdenkt aan al onze kleine verhalen. Broertjes worden groot. Man, wat gaat de tijd hard. Die video is eigenlijk al wel goed ineengestoken. En ik vind het eigenlijk ook... Na 2 jaar samen wonen ga jij terug naar eindje. Ook al is het maar een eindje, jij blijft altijd in mijn hart. Kleine broertjes worden groot. En die... Wacht, hè. Waar stond die komt? Groot, ey. Man, wat gaat de tijd hard. Na 2 jaar samen wonen ga jij terug naar eindje. Ook al is het maar een eindje, jij blijft altijd in mijn hart. Dat is op de bankstudentenvakantie in Benidorm gemaakt, denk ik, dat filmpje. Kleine broertjes voor de groot, ey. Man, wat gaat de tijd hard. En dat is in Almere Haven natuurlijk. 2 jaar samen wonen, ga jij terug naar eindje. Ook al is het maar een eindje, jij blijft altijd in mijn hart. Kleine broertjes worden groot, ey. Oh my god, Robby, wie is dat? Raoul? Man, wat gaat de tijd hard? Dat was Raoul. Na 2 jaar samen wonen, ga jij terug naar eindje. En je ziet dat op Robby zijn kamer opgenomen. Voor de mensen die bang zijn, dat ze volgen. Dat is op Robby zijn kamer opgenomen. En ik vind dat eigenlijk wel een goede. Een goede opname aan een goede kamer. Oké, en nu is daar roze geverfd, zoals ook in een video. En dan Space Velo, en hier is Robby terug. En Robby is natuurlijk een Messi fan. Oké, Google Home. Iets van een crème. Eeuw. Space Velo. Kleine broertjes worden groot. Man, wat gaat de tijd hard. Lucky Graaf, die pet wil ik ook al, maar die is niet meer bekijkbaar. Zijn kast kwam op een tv, wauw ja. Zijn PSV logo. Na 2 jaar samen wonen ga jij terug naar eindje. Ook al is het maar een eindje. En ja, jullie zien, ik heb mij gesneden natuurlijk. Maar ja, maakt niet uit, het is geen deel van de video. Jij blijft altijd in mijn hart. Kleine broertjes worden groot, ey. Ja, Matties en Polo? Ja, dat is Matties en Polo. Man, wat gaat de tijd hard? Na 2 jaar samen wonen ga jij terug naar eindje. Ook al is het maar een eindje. Jij blijft altijd in mijn hart. Jij blijft altijd in mijn hart. Oké, deze video vond ik eigenlijk al sava wel. En ja, ik ben misschien een beetje laat bij deze party. Maar ik vind het echt een leuke video. Een van de catchiest songs dat echt bestaat van Raoul. Natuurlijk zijn ideale schoonzoon, zoals jullie hier zien. Is ook wel een redelijk goede video. Een redelijk goede... Was toen bij de district dingen. Maar nu, deze is wel heel goed. Ik heb hem nu volledig geluisterd. En ja, ik zou hem nog eens beluisteren. Geef jullie... Vonden jullie deze video tof? Vergeet dan niet te abonneren en like ook zeker deze video en abonneer ook eventjes op mijn tweede kanaal, Dylan en Sven. En ja, tof dat jullie weer gekeken hebben naar deze video. Joejoe!